Deze week in Lierse TV. We oefenden op het veld van Eendracht Aalst. Een kennismaking met twee nieuwelingen, Jeffrey Heiremans en Noël Niasson. En we zijn ook in 2012 op zoek naar de slimste mens van Lierse. Dinsdagavond werd de mini-stage aan zee afgerond met een oefenwedstrijd tegen tweede klasser Eendracht Aalst. Lierse ging er winnen met 0-2. Trainer Chris Janssens liet Klaassen en Ayou uit voorzorg aan de kant, maar koos voor het overige wel voor een type elftal. Lierse komt na 10 minuten op voorsprong wanneer Maric een vrije trap mooi in de verste hoek knalt. 0-1. Aalst prikt meteen tegen en Kawashima moet zich reppen op een schot van Poedevijn. David toont zich dan twee keer met goede schoten. Eerst heeft de Aalstkeeper een mooie redding in huis. De tweede keer gaat de poging van de Zuid-Afrikaan nipt naast. Op het half uur is Lierse weer twee keer dicht bij een tweede treffer. Een kopbal van Huizegems zeilt net over. Meteen daarna wordt de vrijgespeelde El Gabas gestuit of getorpedeerd door een attente doelman. We gaan rusten bij 0-1. Na de rust komt Aalst als eerste dreigen. Crispijn knalt een volley over. Aan de overzijde twijfelt Maric te lang wanneer hij alleen voor de doelman verschijnt. Er is wachten tot in de 70ste minuut voor een volgende goede kans. Invaller Yasser ziet zijn poging gestopt door de keeper. Meteen daarna een goed schot van de ingevallen Sonk. De bal wordt in hoekschop geduwd. In de 75ste minuut wordt Sonk weggestuurd, maar hij wordt neergelegd door de doelman. Geen penalty volgens de ref en hij geeft Sonk geel voor een fopduik. Uit de herhaling en uit de wonden blijkt wel dat de scheidsrechter het hier bij het verkeerde eind had. In de 81ste minuut speelt Adesanya de Kevi vrij, maar die schiet uit een kansrijke positie net naast. Even later haalt Sonk dan op sportieve wijze zijn gram. Hij trapt een vrije trap mooi rechtstreeks binnen. Adesanya en De Kevi komen nog dicht bij de 0-3, maar het bleef dus uiteindelijk bij 0-2. Tijdens de winterstop zijn er voorlopig twee nieuwe spelers aangetrokken, Jeffrey Heiremans en Noël Niasson. We stellen ze even aan u voor. De eerste in het rijtje is Noël Niasson, tot voor kort een van de smaakmakers bij KV Turnhout. Daarvoor werd de Ghanees gescout door de mensen van Wadi Degla. Yes, I was in Ghana and then I moved to Egypt because my manager told me to come there and then I was with the I was with the Wadi Degla youth team and I was playing, so the Wadi Degla coach himself for the first team saw me and he said he wanted me to play for in the Wadi Degla team against Lierse because they were on a training tour there. So I was given the opportunity to play for 20 minutes and then I think Margaret spotted me and he said it's better if I come to turn out here in Belgium. De overgang van het warme Afrikaanse continent naar België viel aanvankelijk niet echt mee. When I came for the first time, I had problems with the weather and everything, but as time goes on, it was okay. But because the people there were very welcoming, they welcomed me very well and then they treated me very well, so everything was alright. Yeah. Niasson moest bij Turnhout op vraag van de coach op de linksbackpositie spelen. Yes, because the coach told me he knows I'm not a left back.
a position player, but he had problems with the position because nobody was able to play that very well for him. How he likes, because every time he says on the news, he has problem with the lever. So he thought I should be there. When he told me, he first said for just a small time, but as time goes on, there was nobody to take control of our position. So I was to play there for a long time, I think. Tijdens de winterstop keerde Noel even terug naar Ghana. Toen hij terug naar België kwam, was er een verrassing voor hem. I was just back home when my manager called me that you are given the opportunity to come to Lierse. So when you come back, you no more be with a ten out, but with a Lierse. Een transfer naar een eerste klasser is voor hem wel een droom die uitkomt. Yes. It's part of my dreams is to go up higher, but you go step by step, and this is a very good opportunity for me and a very good dream come true for me. Yeah. Zijn integratie bij Lierse verloopt niet al te moeilijk. Hij heeft hier de steun van zijn landgenoot Ayew. When I came, you know, when you are in a first, when you appear first in a group, it's very difficult. But he was around to show me, hey, do this, do that, do this. This is how we do it. And then I'm catching up. Zijn eerste speelminuten kreeg Noel tijdens de match op Kokzijde. Dat viel best mee. It was a good game. Yeah. Although it was my first time, I was able to. Cope with the players on the pitch, and I think we can bring out something because they have a lot of good staffs, and then when I come in, I can contribute my quota very well. Hij speelde in turnout als linksback, maar dat is niet zijn beste positie. My ideal position is to play in the midfield, maybe in the center, in the midfield behind the strikers or something. But well, like I was in turnout, a coach sees he has a problem with this position, and he thinks you are good enough to solve that problem, because you are a professional player and you have to be ready to play, to be used at anywhere the coach wants you to be played, and then contribute your quota, do very well, just to bring out what it's in you or something. Yeah. Jeffrey Heremans is onze tweede aanwinst. Hij kreeg op 17-jarige leeftijd een profcontract bij FC Antwerp. In 2010 trok hij naar het Nederlandse De Graafschap. De middenvelder tekende bij Lierse een prestatiegericht contract voor anderhalf seizoen met een optie voor een bijkomend jaar, nadat zijn contract bij De Graafschap was ontbonden. Mijn contract was ontbonden dan. Ik had nog anderhalf jaar bij De Graafschap, maar dat is dan vroegtijdig ontbonden. En dan heeft mijn zaakwaarnemer contact opgenomen met Lierse en ik mocht dan komen testen. En toen ben ik twee keer mee komen trainen en zo is het eigenlijk, hebben ze mij iets aangeboden en dan heb ik hier getekend. Er hadden zich nog andere ploegen aangeboden, maar dat waren geen eerste klassers. Ik had nog bij andere clubs ook gehoord en zo, maar dan lager. Op de Antwerpen heb ik dan mee getest, in Temsen had ik al wat gehoord en zo, maar ik ben toch blij dat ik nu in eerste klasse kan komen voetballen. Hij speelde zijn eerste minuten in de match tegen Kokzijde. Geen onverdeeld succes was dat. Nee, ik vond persoonlijk voor mijn eigen geen goede wedstrijd. We zijn dan ook 3-1 verloren in Kokzijde, dus ik vond persoonlijk voor mij geen goede start eigenlijk. Zijn favoriete positie is als echte nummer 10, een middenvelder pur sang dus, maar Jeffrey kan ook op de flanken uit de voeten. Ja, maar dan ben ik een speler die meer naar binnen komt dan eigenlijk die lijn afgaat. Dus ik speel liever eigenlijk centraler op het middenveld. Op Aalst speelde Heremans dan weer een meer verdedigende rol. Met twee voor de verdediging dan. En het is wel leuk, leuk spelen. En als je elkaar kent, dan kun je dat zo'n beetje, de ene blijft dan meer, de ander gaat meer diep. En, maar het is nu nog even wennen en normaal komt het wel goed. Hoe zou Jeffrey zichzelf omschrijven als speler? Technisch goed en niet de allersnelste. En ik moet echt hebben van ballen in de voet dan in de diepte. En het speloverzicht is ook goed. Lierse wil een nieuwe koers gaan varen. Jong, Vlaams en talentvolle spelers de kans geven om het te maken. Jeffrey past daar dus in. Ik hoop het dat ik daar perfect in pas. Het is nu nog afwachten wat de trainer gaat doen, maar... zoals ik al zei, ik hoop op minuten. Waar de club naartoe wil, is hem ook duidelijk. Ik hoop zeker dat Lierse in eerste klas blijft voetballen. Ik hoop zeker dat we erin blijven dit jaar. En dat is de ambitie van de club ook, denk ik. Tijdens een Antwerpenperiode mocht Jeffrey als jonge snaak al proeven van de sfeer bij het grote Manchester United. Ik ben twee keer een week op stage geweest daar. En het was een heel mooie ervaring. Het was echt prachtig, het complex, alles was daar echt mooi en goed geregeld. En ik ben heel blij dat ik dat heb meegemaakt.
Blij, maar niet blasé. Ik zeg, ik mocht daar op stage dan gaan. Maar ik ben ook heel blij van hier te wonen. Hier voetbalt ook een Wesley Sonck die bij de nationale ploeg en zo. Dus ik ben even blij dat ik hier mee train dan daar eigenlijk. Met zijn Antwerp verleden mag het duidelijk zijn dat de Antwerp supporters niet blij zijn met zijn komst naar Lierse. Ik heb nog weinig supporters gesproken. Ik heb wel veel mensen dat tegen mij vertellen dat op forum van de Antwerp veel negatieve commentaren staan. Maar ik hou me daar niet mee bezig en ik lees die forum ook niet ofzo. Dus ik heb eigenlijk nog geen reacties persoonlijk gehoord. Je snapt het wel, maar ik heb dan meegetraind op de Antwerp. En je kunt niet blijven wachten hè, als ze mij niks vertellen. Je kunt niet altijd blijven wachten. Dus dan heb ik gekozen om dan hier een week mee te komen trainen. En hier waren ze dan iets sneller. Dus dan heb ik de keuze gemaakt om naar hier te komen. Ook in 2012 blijven we onze zoektocht verder zetten naar de slimste mens van Lierse. Dat is er één die alles weet van voetbal, maar ook van vrouwen, muziek, logo's en foto's van voetbalstadions. Een echte allrounder dus. Wesley Sonck en Jason Adesanya zijn dat zeer zeker. Maar toch kan slechts één van hen doorstoten naar de volgende ronde. Wacht even. Hoe getraind vandaag? Geen sport, hè, sport, ja, wel sport. Everton. Oh, lala. Nico! De sloep. Vrouwen. Fergie van de Black Eyed Peas. Logo. Barcelona. Oh, fuck. Ik was te laat. Muziek. Ik denk dat Iron Maiden is. Dan is Nam. Ja, ik pas. ECDC? Ah ja. ECDC? Against the Roses? Stadium. Oh. Ja, het is een Antwerp. Eigenlijk zou elke knopje moeten apart hebben. Ja, dan, als je dan ding-dong, dan weet je wie dat er eerst was. Nee? Even weer al. Vooruit denken, Frankie. Ik wil vrouwen. Wie moet er weten van de twee? Nicole Scherzinger. En Lewis Hamilton. Maar die zijn gekoppeld meer. Hè? En ze komt trouwens in maart naar het Sportpaleis. De 13e. Lierse. Oh, jongen. Jason Adesanya. Allee. De Graafschap. Nee, het is aan twee keer met een vinger daartussen. Film. En wat krijgen we nu? Fragmenten. Seven. Oh fuck, dit is mijn favoriete film. Morgan Freeman, Brad Pitt. Oké. Okay. En Gwyneth Paltrow. Lierse. Welke? Die zong Frederik Frans, Edgy Kawashidi. Oeh. Ah, vijf spelers. Ik dacht dat het maar vier waren. Volgens mij is dat Stijn Huizegems. Nee. Kenny Thompson. Ik ga elke avond. Maar jij gaat er elke dag op. Ik dacht dat er vier waren. Michel? Ja, ik wil nog muziek doen. Ik wil mijn eigen herstellen, want ik wist dat Welcome to the Jungle was, maar ja. Nossa. Michel Tello. Assim você me mata. Ik kan dat meezingen, hè. Ik smeer het, hè. Wacht, hè. I said to Kegel, I said to Kegel, where are you?
Allee, kom maar, dat mag. Ik ken dat niet, ik ken dat niet. Kom, kom even door, man. Sábado na balada. A galera começou a dançar. E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Já, mas a ver, nossa, nossa, se você me mata. Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego, Deus.